Wat was ook weer het idee? Wat hadden we jou ook weer voor challenge meegegeven? Drie verschillende smaken zuurstok. En haar gast moet dan raden wat is. Ja, precies. Ga door, Talina. Intussen is het behoorlijk heftig hier. Maar goed, het komt goed. Ben je er klaar voor, Alessandro? Ja? Mag je de allereerste proberen? Ja. Ik denk... Wat zei je? Ik denk... aardbei. Aardbei? Nee, het is suikerspin. Oh. Klinkt dat logisch? Ja, nu wel, ja. Oké. Okay. Komt de tweede zuurstok? Ben je er klaar voor? Ja. Intussen moet ik proberen niet de zuurstok in zijn keel te laten glijden, wat behoorlijk gevaarlijk is. Kijk uit, ik wil geen doden op mijn geweten hebben. Oh. Ja, ik weet het. Alessandro, wat denk je? Wat dit voor zuurstok is? Ik heb er geen flauw idee. Framboos? Wil je nog een keer proberen? Ja, nee. Oh nee. Het is een aardbei. Ja? Aardbei? Ja. Nee, het is een bubbelgum. Oh, natuurlijk, ja. Ja, klopt dat? Ja. Alright. Ben je klaar voor de derde? Ja. Oh, ik heb een zuurstok verloren. Oh. Momentje. Dit wordt de allerlaatste. Okay. Als je deze goed hebt, dan win je kaartjes voor de attractie. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Ja. Oké. Okay. Momentje. We gaan weer even helemaal losdraaien. God, dit is best wel lastig, hoor. Oké, okay, we draaien als een malle rond, dus ik denk niet dat het verstandig is om het nu te gaan doen. Oké, okay, komt-ie? Ja. Heb je enig idee wat dit is, Alessandro? Ja, ik denk zuurmat. Een zure mat, ja, dat klopt. Wat goed. Ja, hoor. Hij heeft het goed gedaan. Hopla. Nou, Alessandro, heet hij nou Alejandro? Hoor ik dat nou goed? Alejandro. Oh, nou, dan moeten we voor hem even een plaatje draaien ook. Super die.